Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hier op het kanaal Floris en vandaag spelen wij Clash Royale. Seizoen 8 is uitgekomen en ik zit op mijn account. En er is heel wat dingen die nieuw zijn bij seizoen 8 en ik ga het eventjes met jullie doornemen. Hier zie je het, seizoen 8 Return to Legendary. En we gaan even kijken wat nou allemaal echt nieuw is. Gaan we scrollen. Je hebt natuurlijk weer de Pass Royale die we deze video ook gaan kopen. En je hebt een Legendary Tower Skin. Mooie woordgrap, Supercell. Je hebt een exclusieve Crying Royal emote. Die ga ik zo ook even laten zien. Maar dat is allemaal over de Pass Royale. De Legendary Arena is weer terug. Dus dat is ook ziek. En dit vind ik het allerleukste. De Ram Rider, die is geboost. Dus die is nu level 13. Je kan dus nu met de Ram Rider spelen. En ik heb echt nog nooit zowat met de Ram Rider gespeeld op online. Sowieso in challenges ook heel weinig. Dus ik ga daar eventjes vol van genieten in deze video. En sowieso in dit hele seizoen. Daarnaast heb je wat balance changes. Zappies. 20% damage extra. Hitspeed wat langzamer. Faster first attack. Oké, nou dus dat. Barbarian Hut is dit. Die is wat beter geworden. Barbarian Hut, ja, dat speel ik nooit meer. Dus dat is jammer, vind ik. Royal Hawk iets beter. En dat vind ik trouwens niet heel erg nodig per se. Maar oké, Royal Hawks iets beter. En Witch wat beter. Dan gaan wij nu eventjes naar het deck dat ik even gemaakt heb voor deze video. Want wij gaan online met de Ram Rider, die dus geboost is, spelen. Je hebt ook deze challenge, de Ram Rider 2 tegen 2 Rush. Maar ik dacht dat dit leuker is voor de video. Wij gaan even kijken of we kunnen winnen. Er zit wel een Bennett in die level 12 is. Maar Bennett level 12 maakt niet heel veel uit. En er zit een Barbarian Barrel in die level 12 is. Dat is wel wat minder chill. Maar ja, we gaan gewoon even kijken of we ermee kunnen knallen. En dit is niet een zelfgemaakt dekje. Want het dekje is al heel bekend. Alleen er was een Electro Wizard in voor de Musketeer. Maar ja, ik heb de Electro Wizard niet zo hoog level. Dus ja, vandaar dat ik de Electrowist eruit heb gehaald voor ja, een kaart die er het meest op lijkt. En dan moeten we toch voor de Musketeer gaan. Oké, dit zal wel een Royal Giant deckje zijn, denk ik. Dat, die zie je namelijk vaak met de Mega Million en de Mega Million. Ja, kijk, daar is de Royal Giant. Daar is die. Mega Million en Furnace, daar is de Royal Giant. Oké, dan komen wij nu met de Pekka. Dan hoop ik niet dat hij mijn Musketeer Lightning. Oei, dat doet hij toch wel. Oh, dit is even pijnlijk, zeg. Dit is even pijnlijk dat net die Mega Million niet in de range is van de toren. Gelukkig hebben we wel die Furnace weten uit te schakelen. Dat kwam puur door mijn Snowball, zodat ik die Mega Million killde. Maar we staan nu opeens flink achter. Dit is niet al te best. Hoe gaan we dit winnen? Let me think. We doen in ieder geval even de Ram Rider in de back. Oh, het is niet een klassiek Royal Giant deckje. Want daar zit namelijk altijd wel de hoe heet het? De Lumberjack in. Er zit sowieso geen Prins in. Ik zie nu wel dat een Furnace mijn Ram Rider volledig stopt. En dit is ook genoeg voor de Prins. Oké, dat is top. Even denken. Hij heeft Lightning. Dus we gaan sowieso dit niet meer doen. Laten we dan even de babydraak in de back doen. Ik denk niet dat hij een babydraak gaat lightningen. We hebben wel weer de Pekka ready. Voor als die komt met zijn Royal Giant. Die kunnen we dan gelijk Pekka in. Pekka in. Dat is een werkwoord, jongens. Dat is echt een werkwoord. Pekka in. We komen even te poison op deze Ice Wizard. Zodat die Ice Wizard zo goed als dood gaat. En dan gaat hij dit loggen. Oké. Dan komen wij met een Ram Rider de andere kant. Want anders gaat hij van zijn aanval een verdediging maken. En dat is precies niet wat je wilt. En let's go. Kijk, die Ram Rider gaat hitten. Dat is al 600 damage. Dat is super chill. Droppen wij eventjes hier een barbaar. Zo, en dan is dit wel, denk ik, genoeg om die prins te stoppen. Nee, niet genoeg. Dat is raar dat die prins de Tom een hitje maakt. Oké, nu kunnen we in ieder geval wel een split lane push doen. We kunnen namelijk via de rechterkant komen met de babydraak en de Pekka. Oh nee, ik ga toch trouwens even poison. Ik wou even de druk zetten via de andere kant. Weet je wat, doen we toch alsnog. Let's go, daar is zijn lightning spel. Oké, nice. Dan komen we nu met onze Ram Rider via de andere kant. Want hij lightning dus onze push. Dat is prima dat hij dat doet. Maar dat betekent wel dat wij dit nu missen. Oh, dat is balen. Dit is balen. Waarom doe ik dit? Waarom miste ik die Mega Min? Dit was niet de bedoeling. Dit was totaal niet de bedoeling. Doen we eventjes dit zo. Gaan we via de andere kant met de Bandit gewoon even druk zetten. Kijk, daar is zijn prins. Let's go. Dat had ik al verwacht. En dan moet hij nu een
Ice Wizard droppen hierop. Daar wordt hij denk ik niet blij van. Hier word ik niet blij van. Dat die prins gaat hitten. Ah, dan kan hij dit lightningen. Gaat hij dat doen? Gaat hij dat doen? Gaat hij dat doen? Nog niet gedaan. Dan gaan we nu in de aanval. Oh nee! Dan komt hij net met de lightning wanneer ik kom met mijn Ramrider. Dat is echt de meest pijnlijke Ramrider die ik tot nu toe gedropt heb. Oké. Ja, jullie merken het waarschijnlijk ook, jongens. Dat ik niet vaak met Ramrider speel. Ik ben dit totaal niet gewend. Laten we even hier deze kant gaan. Druk zetten. Mooi, dan komt hij waarschijnlijk met zijn prins. Dus dan... Oh, hij heeft guards natuurlijk ook. Ah, dat is jammer zeg, dat hij guards heeft. Waarom komt hij via deze kant? Had ik zelf persoonlijk niet gedaan. Doen we even een hoge musketier op die Megamine. En dan hebben we dit potje verloren. Want volgens mij is dit genoeg. 3,72 voor mij doet een lightning meer dan 3,72. Maar we gaan het vanzelf zien. Oeh, we zitten nu wel op druk. Dit kan nog close worden, dit kan nog close worden. Dit gaan we winnen, dit gaan we toch nog winnen. Dit hebben we toch nog weten te winnen. En volgens mij doet een lightning meer dan 3,72. Maar hij moest dit verdedigen. We zetten de druk nog even hoog op het laatste. En hebben we dit eerste potje gewoon weten te winnen. Terwijl we niet eens zo goed spelen. Ik moet trouwens nog de Pass Royale kopen. Die gaan we eventjes nu kopen. Weg zo weer terug als ik mijn wachtwoord en alles ingevuld heb. Want dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Ik heb de Pass Royale gekocht. En dan gaan we even kijken wat er nou echt allemaal nieuw is bij deze Pass Royale. Of in ieder geval wat je allemaal kan gaan unlocken. Klaar. Aankoop is voltooid. Boom. Pass Royale is binnen. En hier, na één tier, hebben we al de 10k gold. Dus dat is altijd lekker. Maar hier hebben we de Tower Skin. Dus een soort van log. Nou, een soort van een log eigenlijk als Tower Skin. Dan gaan we door. Dan heb je bij tier 20 heb je de emote. Een huilende Royal Ghost. Die vind ik niet heel vet. Want de Royal Ghost emote die bestaat al heel lang. En dan heb je nog natuurlijk helemaal onderaan de... Deze chest. Deze hele mooie chest. Maar wij gaan even lekker door. We gaan even lekker doorknallen. Oh, wacht. Ik vergeet weer wat. We kunnen hier ook nog wat openmaken. Waarom vergeet ik dit steeds? Oké, we hebben een extra epic token. Daar heb ik al veel te veel van. En ik moet eventjes een keuze gaan maken welke epic ik nou voor ga. Voor max level, zeg maar. Maar ik weet het steeds niet welke epic en ik nou eigenlijk max level wil. Gaan we even kijken. Royal Coots Bomb door Golem. Golem heb ik max level. Weet je wat? Ik wil eigenlijk kijken of ik... Ja, we doen wel even deze rares. Oké, die heb ik max. Die heb ik ook max. Ook max. Ja, Earthquake, nice. En Hunter. Oké, chill. In ieder geval twee kaarten die wij nog niet max level hebben. En dan gaan we nu even kijken wat krijgen we hier. Ramrider en Royal Ghost. Oei, daar ben ik beide niet blij mee. Laat ik dan toch voor de Royal Ghost gaan. Ik weet niet waarom. Collecten we nog wat gold. Collecten we nog een Legendary Token. Ook super chill. En een Giant Chest is in. Dit, dit en dit. Oké, ja, heb je niet heel veel aan. En dan collecten we nog deze. Boom. En dan gaan we gewoon even nog een potje doen met dus de Ramrider op online. Want ik vind een Ramrider een leuke kaart. En ik heb er gewoon dus nog nooit mee gespeeld op online sinds dus dit potje. Het is echt zo erg. Want ja, hoe moet ik ooit met een Ramrider gaan spelen als die maar level 9 is? Dat is gewoon veel te laag natuurlijk om online mee te gaan winnen. En hij heeft een Witch. En die Witch is natuurlijk net beter geworden met de Balance Change. Oké, dan wachten we even tot de 10 elixir. Boom, en dan gaan we nu de poison droppen. En dan hopelijk, nee, ik wou zeggen hopelijk doet die, gaat die witch dood. Maar dat is nu het geval. Dan gaan we eventjes hier een mooie barbarian barrel. Let's go om alle skellies te killen. En dan gaat mijn level 12 barbarian barrel samen met de level 12 bandit in de aanval. Maar dat gaat niet al te goed. Oei, dit is even pijnlijk. Ah, had ik maar eventjes gewacht. Arme Pekka. Misschien kunnen we nog eventjes dit snowballen in de range van de toren. Oh, dat lukt nog best wel aardig. Maar ja, natuurlijk gaat mijn Pekka dood. Oké, hij heeft dus die minions. Nou, als we daar gewoon een baby draak op gooien. Dus voor een keer Pekka baby draak. Dan komt dat helemaal goed. Dat is natuurlijk wel heel duur. Daar moeten we dan ook voor oppassen. Ik ben benieuwd wat hij tegen mijn Ramrider heeft. Dus laat ik even in de avond gaan met de Ramrider. Hij komt... Oké, dit is heel lekker. Dit is heel nice. Dan gooi ik hier een poison. Dan killen we en een beetje die barbs. Maar ook die wizard. Dus dat is super chill. Ik denk wel dat ik hier nog iets tegen moet doen. Tegen die barbs. Ja, sowieso. Ik moet het eventjes... Barbarian Barrelen. Zo, let's go. Dan doen we helemaal geen damage weer op onze torens. Dat doen we even nice. Gaat hij dan nu in de avond met zijn Giant? Nou, ik heb weer mijn Pekka, dus dat zou niet heel erg zijn. Oké, hij komt nu met zijn Witch in de back. Dan heb ik geen Poison meer. Wel een Baby Draak. Maar ik verwacht wel echt hier een Giant voor. We gaan het zien. Daar is de Giant. Dan komen wij met onze Pekka. En daar is een... Oh, Valkyrie. Daar is een Valkyrie. Nou, de Valkyrie is niet heel erg. Die doet niet mega veel damage.
Die killt niet mijn babydraak, dus ik vind dat eigenlijk allemaal wel prima. Dit is dan wel wat minder, dus eigenlijk is die Valkyrie, was die best wel vervelend eigenlijk, zo te zien. Nou, dan moeten we toch even accepteren. Dan kom ik nu even met deze musketier erbij. Zo, en dan, ja, kan ik nu met Wormrider komen, maar dan komt hij met barbs. Nee, ik vind dat eigenlijk niet erg, ik doe dat gewoon, boom. Dan leggen we hier dit neer. Oh, dan komt hij een hele hoge barbs. Ik weet niet wat hier het plannetje was. Maar het werkt een soort van. Hij heeft het wel voor goed gedaan. Gelukkig freest het wel een beetje de giant. En dan komen we nu even met een hoge baby draak op die witch. Maar dat gaat ook niet al te goed. Die witch is sterk. Zeker een rage sterk. En die is natuurlijk net gebufft. Laten we nu een snowball erop gooien. Zodat we in ieder geval af zijn van die witch. Mooi. En dan doen wij een musketier in de back. Oké, hopelijk heeft hij geen lightning. Waarschijnlijk heeft hij wel of poison of vuurbal. Dat gaan we nu zien. Oké, nou komen wij met de P.E.K.K.A. er sowieso voor. Ik hoop niet dat hij dom is en met zijn minor. Oh, dit had ik niet verwacht. Oké, dan poisonen we dit. Dan poisonen we dit. Ook goed. Ja, want kijk, die P.E.K.K.A. gaat daar best wel snel doorheen. Oh nee, hij gaat helemaal niet snel doorheen. Oh nee, jongens. Oh nee, en die snowball ook op echt helemaal niks gegooid. Oei, nu zitten we in de problemen, jongens. Ik moet echt even wennen met deze Wormrider. Sowieso met dit hele deckie. Oké, ja, dan doen wij snel een P.E.K.K.A. Natuurlijk kan de Wormrider wel alles vertragen. Misschien had ik daar een beetje meer gebruik van moeten maken. Daar heb ik echt totaal geen gebruik van gemaakt. En ja, hier kan ik alleen voor knappen. Dit heeft deze speler gewoon heel netjes gedaan. Hij probeert mijn P.E.K.K.A. af te leiden. En ja, dat werkt ook gewoon goed. Ik speelde dit zelf ook helemaal niet zo sterk. Jammer eigenlijk. Maar het was ook wel een moeilijke matchup met die barbaren. Waar wij, ja, we hadden geen vuurbal. Dus die Wormrider kan continu gestopt worden door die barbaren. En dan moet ik ze poisonen. Of hij heeft een counterpush, zeg maar, met die barbaren. Of ik moet ze poisonen. Dus dat is altijd niet fijn om te doen. Ik weet nog niet waarom hij met zijn P.E.K.K.A. nu in de weg komt. Laat ik even een babydraak doen dan. Even kijken. Ik heb natuurlijk mijn eigen P.E.K.K.A. En ik denk dat ik die wel moet gebruiken. Ik ken natuurlijk al die trucjes van... Hey, dat is grappig. Ik ken al die trucjes van die Wormrider natuurlijk nog niet. Dus dat moet ik ook zien te leren. Die trucjes bijvoorbeeld dat je dingen kan vertragen en wat dan net handig is om te doen. Die ken ik allemaal nog niet. Dus die moet ik ook allemaal gaan leren. En die ga ik ook allemaal zeker leren in dit seizoen. Want ik vind het gewoon superleuk om met de Wormrider te spelen. Even kijken, wat heeft hij? Hij heeft een furnuis. Even kijken, dan wachten we eventjes. Wachten we eventjes tot we 10 elixir hebben. Boom, komen we nu met de poison. Killen we even die furnace een beetje. En doen we wat damage op de toren. Daar hebben we alleen niet meer de poison voor zijn flying machine. Dat is wel jammer. We gaan even kijken of we druk hoog kunnen zetten met een bandit. Let's go. We gaan even ervoor zorgen dat hij niet weer zo'n mega grote push kan opbouwen met die Wormrider achter zijn P.E.K.K.A. Dat is veel te goed voor hem. Dus we gaan nu gewoon even de druk hoog zetten met dus onze eigen Wormrider. Dan gaan we even kijken wat hij er tegen doet. Hij doet dit. Oké, dan doen wij even een musketier op die P.E.K.K.A. Ja, en dan snowballen we dit zwaar. Alsjeblieft niet missen. Nee, nice. Ik mis hier niks. Dat is mooi. Doen wij even een battle ram hier zo. Helaas kunnen we de flying machine niet afleiden. Maar staan we wel voor in damage. Als ik nu met mijn mini-P.E.K.K.A. Als ik nu met mijn bandit kom, komt hij waarschijnlijk weer met zijn lumberjack. Vind ik dat oké? Ja, ik vind dat wel oké. Want ik heb nu toch genoeg voor mijn P.E.K.K.A. Mocht hij toch via een andere lane komen met zijn Wormrider. Maar hij doet dit. Oké, dan ga ik de P.E.K.K.A. Ja, het is een beetje jammer. Maar ik heb even niks anders. Zo. Dan kan ik wel straks lekker een hoge musketier droppen. Dan wacht ik heel even tot die fire spirits weg zijn. Nu dus. En dan hopelijk gaat die musketier niet op de P.E.K.K.A. Nee, let's go. Dat is mooi. Dan gaan we snel snowballen. Kom op, laten we die levend. Ja, we laten de musketier levend. Dat is heel erg nice. Dan komen we nu een aanval met de bandit. Oh, hij komt net met zijn Wormrider. Maar die Wormrider gaat er niet doorheen komen. Dan komen we nu met onze babydraak. Gaan we nu even die druk hoog zetten. En dat moet je soms doen met de deck. Gewoon de druk mega hoog zetten. En dat lukt nu ook. En dan overweldig ik hem gewoon met dus deze druk die wij neerzetten. Even kijken, dan kunnen wij nu ook nog even hier de andere kant gaan. Zo, doen we nog even een baby, of een babydraak, een battle ram. Gooi weer een snowballetje op, gooi de bandit erop. Gewoon even die druk hoog zetten, dat hij geen opening kan vinden om die toren van ons te pakken en om een gelijkspelletje van te maken. Let's go, derde potje is binnen. Tweede potje hadden we eens verloren en het eerste potje hadden we gewonnen. 2 gewonnen, 1 verloren, vind ik niet al te slecht met dus dit
deckje. En ik ga er sowieso meer mee oefenen. Ik weet nog niet of dit het echte deck is waarmee ik dit seizoen ga spelen. Maar ik ga sowieso even een leuk deckje zoeken met de Ramrider. Waar ik dit seizoen veel mee kan gaan spelen. Want ik vind het gewoon een superleuke kaart om te gebruiken. Jongens, ik hoop dat je het video bedankt voor het kijken. Ik zie je in de volgende video. En tot dan, mensen.